Goedemiddag allemaal. Ook in deze bijzondere tijden zijn wij bij Houtex druk bezig om alle orders in goede banen te leiden. Gelukkig is het nu nog erg druk, al worden sommige orders uitgesteld omdat het werk vertraging op heeft gelopen en zijn er orders die sneller nodig zijn. Door de maatregelen moeten enkele collega's thuis blijven. Dit geeft ons weer nieuwe uitdagingen. Maar met een geweldig team van mensen en 100% inzet doen wij ons uiterste best om alle orders weer geleverd te krijgen. Goedemorgen allemaal. Graag neem ik jullie vandaag mee bij een inspectie. Ook in de coronatijd zijn we nog steeds actief. We houden natuurlijk de regels van de RIVM in acht. En ruimte hebben natuurlijk op dit schip. We hebben een schip waar we langs remmingswerk varen om de palen en de gordingen te beoordelen. Nou, zoals je ziet, we zijn met z'n viertjes op een groot schip. Dus alle ruimte is aanwezig. En we zijn bezig om dit goed te beoordelen. Het mooie aan dit werk is dat het een oud remmingswerk is. Het is zelfs een monumentale sluis. Dus het hout is al meer dan 40 jaar oud. En wordt bekeken of het nog weer hergebruikt kan worden. Het gaat vooral om de houtsoorten ASB en Basilocus. En hun levensverwachting heeft al ruimschoots voldaan. De eerste sluis is beoordeeld. Het werk zit hier op. We gaan nu naar Oosterhout. En als we klaar zijn met de inspectie over deze dag, zullen we een rapportage gaan maken om uiteindelijk Rijkswaterstaat te adviseren. We gaan weer veilig op pad en we hopen jullie weer een keer terug te zien. Dankjewel.